Nabuurschap. Iets doen voor buren of mensen om je heen. Vroeger was het heel vanzelfsprekend, maar tegenwoordig is dat veel minder zo. De overheid nam zorgtaken over, maar legt die nu juist weer terug bij ons. In 2016 startte in Gees dorpscoöperatie Nijnabuurschap. Nabuurschap in een nieuw jasje. Inmiddels is deze dorpscoöperatie uitgebreid naar Swinderen en heeft ook Dalen een dorpscoöperatie. Wij matchen een vrijwilliger aan een hulpvraag. Eigenlijk heel kort, en dat kan van alles zijn. Dat kan begeleiding zijn of een wandelingetje, de hond uitlaten, een boodschap doen voor iemand of samen met iemand, dat kan ook. Iemand naar de dokter brengen of naar het ziekenhuis begeleiden, tuinwerkzaamheden. Nabuurschap in Dalen is ontstaan naar aanleiding van een behoefte die uit de dorpsvisie naar voren kwam. En daarin kwam naar voren dat er toch een aantal mensen tussen het wal en schip vielen voor wat betreft burenhulp. En dan met burenhulp bedoel ik de naberhulp die vroeger in het dorp heel gewoon was om aan elkaar te geven. En je ziet in heel veel wijken dat er niet meer is. Het zijn allemaal niet hele grote klussen, maar het moet wel even gebeuren. Dus daar zouden we wel heel graag mensen voor willen hebben. Heel belangrijk dat er iemand bij iemand komt waar een goede klik is. En ook dat degene die de hulp geeft ook energie krijgt van datgene wat hij bij een ander doet. Want wij denken dat dan deze vorm van hulp geven het langste stand houdt ook. Nijnabuurschap Dalen wil ook aan de slag met projecten. Net als hun collega's in Gees en Swinderen. Daar werkten ze in 2022 aan brandveiligheid. Nou, we hebben een informatieavond over rookmelders. Als Nijnabuurschap willen we heel graag dat mensen veilig in Gees kunnen blijven wonen, ook als ze ouder worden. In combinatie met de verplichting dat er rookmelders moeten zijn in iedere woning vanaf 1 juli. En wij willen graag in contact komen met die 75-plussers, hebben wij deze actie opgezet. De actie is dat 75-plussers die krijgen van ons een rookmelder. Als ze er meer nodig hebben, dan moeten ze die zelf betalen. En met vrijwilligers zorgen we ervoor dat de vrijwilligers die rookmelders ophangen. Je hebt een instructie gehad van de brandweer, hoe hang je ze op, waar hang je ze op. En de andere inwoners uit de dorpen Gees en Swinderen, die kunnen, omdat we gezamenlijk inkopen, kunnen tegen een gereduceerde prijs brandmelders kopen, rookmelders. Er is heel veel animo. Ik denk bijna 150 rookmelders worden er geplaatst in de beide dorpen. Maar wat doet dan over jou dan als je hier komt? Hier? Ja. Maar hier ging ook wel meer in de winkel. Dat bedoel ik, ja. Ja. Er zijn gelukkig nog altijd mensen die elkaar willen helpen. Nijnabuurschap helpt om mensen met elkaar in contact te brengen. En dat kan veel betekenen. Wij wonen hier 6 jaar, bijna. Ik word met 2 februari 82. Dus ik ben nu nog 81,5. En mevrouw die is, wordt 78. Ah, ja. Nou, het is hier geweldig om te wonen. Ja, de natuur en de rust. En de omgang met de mensen, wel moedelijk. Nou, die hulp, dat is dat nabuurschap. Dat is geweldig dat hier is natuurlijk. Vooral als je dat gaat markeren, ja, en je kan het zelf niet doen. Ja, dan kun je hulp invragen, ja, dan wordt er een rooster opgesteld en dan krijg je hulp vanuit die vereniging. Ik heb natuurlijk drie operaties gehad vorig jaar en toen kon ik nog echt niks doen. En aangezien wij nog een aardig stukje tuin hebben, ja, is het toch makkelijk om dan aan te vragen of dat er iemand wil komen. En dat is allemaal prima gegaan. Hij lag in Enschede en liet ik de schuur open. Nou, en dan, dan kwamen ze. En ze belden van tevoren. Ja. Nou, en dan zei ik, nou jongens, de schuur is open. En je pak maar. En zelf hadden ze ook nog spullen bij er. Dus dat ging allemaal prima. Als je niemand kent, dan ken je het niet. Dan ben je blij dat je hulp krijgt.
Ja, toen zijn we naar Geest toe gegaan en daar kregen we een leuke bejaardenwoning van Dobesta. En hebben daar met ontzettend veel plezier gewoond. En moeten nu, jammer genoeg, deze gemeenschap verlaten. In Geest was het, en dat was een fijn dorp namelijk. De nabuurschap stond hoog in het vaandel. En dat was heel prettig. Iedereen keek naar elkaar om, hè? Toen wij in Geest woonden, toen werd het opgericht. En nou ja, er kwamen de folders van wil je meewerken, heb je hulp nodig. Er was maar weinig of zodra ik iets vroeg, ik had een kuil in de grond zitten van de trottoirs wat ging verzakken. Nou, er was gegarandeerd iemand die kwam dat dan even doen. Nee, ik heb dat nooit nagevonden. Wel naar dat ik het zelf niet kon, maar niet naar dat iemand mij hielp. De eerste kennismaking is geweest in het huis waar ik toen nog woonde. Mijn nichtje was bij mij, omdat ik 6 weken in het ziekenhuis gelegen heb. En toen lag er een foldertje van Noberschap. En mijn nichtje heeft gebeld en gezegd, Roelie, heb je misschien hulp nodig? Of zullen we dat kijken? Toen heeft zij gebeld en toen is Albertje in beeld gekomen. De hulp was duidelijk gezelschap. Kijken wat er voor mij te doen was, dat was 1 vraag. En het tweede wat aangekruist was, dat was helpen met administratieve zaken. Vrij snel gezegd, Roel, ik heb iemand voor je, die vind je waarschijnlijk prima. En toen kwam de volgende, nou ik denk binnen een week, stond Doetie ook op de stoep. En nou, dat klikte meteen goed. Wij vonden eigenlijk beide vonden elkaar leuk. Ik liep geloof ik door het dorp. En ik heb mezelf niet aangemeld, toen zei Albertje geloof ik tegen mij, of Ineke doet die is niks voor jou. Ik heb ja gezegd, noteer mij maar en dan zien we het wel. Dat was vorig jaar juni geloof ik, of juli, vlak voor de officiële opening hier in het dorp. Dus ja, ik denk, zie wel wat over me heen komt. In het begin ging ik naar Roelie toe en dan even in de auto naar de bloemist. Roelie is gek op bloemen, dus even naar de bloemist en het terras daar weer verzorgen, grote potten. En toen is een keer door de plus en dan deed Roelie haar eigen boodschappen. En ik deed mijn eigen boodschappen ook. Twijfel je om vrijwilliger te worden? Volgens Doetie is dat niet nodig. Ja, laat het over je heen komen. Bekijk je kwaliteiten. Wat kun je aan? Ik zeg, dat zei ik toch zo net al, ze moeten me geen band laten plakken en geen gat in de muur boren. Maar laat het over je heen komen, dan kan je toch niks gebeuren. Het maakt alleen je leven rijker. Je krijgt andere verhalen te horen. En ja, ik vind het gewoon waardevol. Dat je het kunt doen. Woon je in Dalen, Geest of Swinderen en heb je een hulpvraag? Of wil je vrijwilliger worden? Of wil je in je eigen dorp of wijk met dit initiatief aan de slag? Kijk dan op een van de websites.